te zwaar af en toe. En vaak als ik uit het ziekenhuis wegkom is het een teleurstelling. Dus het komt een keer dat je nieren het niet meer doen en dat je nierfunctievervangende therapie moet krijgen. Ja, ik heb nu mijn nieuwe nier, maar van de Alport zelf merk ik helemaal niks meer. Deze film gaat over het syndroom van Alport. Oorzaak is een afwijking in de aanmaak van het bindweefsel collageen. Hierdoor komen bloed en eiwit in de urine en raken de bloedvaatjes in het nierfilter steeds verder beschadigd. Door de slechte nierfunctie kunnen onder andere hoge bloeddruk, bloedarmoede en een groeiachterstand ontstaan. De ziekte leidt ook vaak tot problemen met het gehoor en soms de ogen. Het komt bij 1 op de 50.000 mensen voor. Wat merken patiënten praktisch van deze ziekte? Ik was 2 toen ik begon met bloedplassen, eiwit in mijn urine, dat soort dingen, koorts. De eerste start is eigenlijk dat ze wat bloed in de urine hebben. En daar merkt een kind niks van. En later gaan ze eiwitten verliezen. Tussen mijn 2e en mijn 14e was eigenlijk een constante, stabiele lijn. Soms hebben de kinderen ook al gehoorsklachten. Hè, dat het gehoor verminderd is, dat is soms ook het eerste signaal. En soms kunnen ze ook problemen hebben met de ogen. Geen energie hebben om mee te kunnen met leeftijdsgenootjes. Het liep gewoon niet lekker. Vermoeidheid en spierkrampen, daar begonnen bij mij heel erg mee. En daarna, toen ik verder ziek werd, was ik alleen maar aan het overgeven. Op een gegeven moment gaan je nieren, die gaan helemaal kapot. Dus dan is het vocht in de benen. Dan word je ook erg snel moe allemaal. Ja, en dan is het klaar. Dan weet je, dan is het meestal na de puberteit, dan gaat dat fout. Je begint eigenlijk als eerste met de urine te bekijken. Hè, is er inderdaad hematurie, proteinurie, hè, dus eiwit en bloed in de urine? Dat is eigenlijk stap 1. En als je dat weet, dan kan je nog eigenlijk aan heel veel andere ontstekingen van de nier denken. Want als je dat in de urine ziet, dan weet je van er is een ontsteking in de nier. Dat hoort niet. En dan ga je uitzoeken van nou zou dat de ziekte van Alport kunnen zijn. Hè, dus dan ga je toch in je achterhoofd denken van welke extra symptomen zijn er die passen bij de ziekte van Alport. Dan ga je bijvoorbeeld vragen, is het gehoor van het kind minder? Toen ik 2 was, begon ik dus inderdaad met bloedplassen, eiwit in mijn urine, dat soort koorts, dat soort klachten. Toen ben ik via de huisarts naar de kinderarts gegaan. Die heeft het inderdaad aan een nierziekte gewijd, maar verder geen diagnostisch onderzoek of wat dan ook. Die zei dat ik eroverheen zou groeien. Maar het kan zijn dat het kind nog heel jong is met deze, hè, dat hij bij de arts komt. En dan hoef je nog niet doof te worden. Niet doof te zijn. Dat ontstaat soms pas later. Maar goed, als het kind daar ook al klachten van heeft, dan weet je van ja, die 2 dingen bij elkaar met een verminderd gehoor, ga ik natuurlijk sneller aan de ziekte van Alport denken. En toen ik 7 was, kreeg ik een andere kinderarts en die zei ja, erfelijk of niet, ik wil weten wat zij heeft. Ongeacht de ernst of de wat dan ook. En die is verder gaan zoeken. Een nierbiopt heb ik gehad toen ik 4 was. En daaruit is gebleken van oké. Hij heeft dus een erfelijke vergroting van de filters in de nieren. Dan moet je de volgende stap maken. En dan zijn er eigenlijk 3 manieren hoe dat je de ziekte van Alport kan aantonen. Je kan een huidbiop doen. Je kan een nierbiop doen. Maar je kan natuurlijk ook in het bloed bloedafname doen en mutatieanalyse doen. Daaruit hebben ze geconcludeerd, het is Alport. Ze hebben het onderzocht in het laboratorium en het bleek uit het DNA bleek het dat te zijn. Het syndroom van Alport wordt vooral door overerving doorgegeven van ouder op kind. Als je de ziekte hebt, is je genetisch materiaal ergens beschadigd. De plek van de beschadiging en de vraag of vader, moeder of allebei drager zijn, bepalen of en hoe de ziekte wordt overgedragen. De ernst ervan en de gevolgen variëren per persoon en zijn bij jongens en meisjes anders. De geslachtsgebonden overerving komt het meeste voor. Daarbij is de moeder drager en krijgt een zoon het syndroom van Alport. Mijn vader is drager, mijn moeder is drager. Daardoor heb ik van beide wat gekregen. Het is bij mij begonnen. En nou, in dit geval hebben dus mijn dochters, die hebben het dus ook.
die zijn allebei zijn ze draagster van het Alport. Dus als jij zeg maar gewoon als jongen of als meisje zeg maar het hebt, de ziekte, dan wil het zeggen dat het ergens op jouw chromosoom zit. He, dus dat kan op het geslachtschromosoom zitten of niet. Maar je geeft een helft, geef je door aan je kind. Nou ja, ik ben op een leeftijd kinderen. Ja, hoe gaat dat zich uiten? Wat krijgen mijn kinderen ook? Daar ben je toch best wel mee bezig. Het hangt af van welke vorm dat je hebt. En dat kan je zeg maar uitzoeken. He, voordat je zwanger wordt, kan je dat bijvoorbeeld laten uitzoeken. Van nou, is mijn partner, draagt hij dat bijvoorbeeld ook? En hoe groot is mijn kans dat een van mijn kinderen deze ziekte krijgt? Dat zijn dingen wat een klinisch geneticus uit zou moeten zoeken, hoe de overerving is. We hebben daar wel goed over nagedacht. We hebben daar natuurlijk uiteraard met z'n tweeën wel over gepraat. Van, hè, stel, we krijgen kinderen. De kans is aanwezig dat ze allebei Alport krijgen. Nou, voor ons was dat op dat moment niet een reden om niet aan kinderen te beginnen. Dus je kan goed voorgelegd worden hoe groot de kans is dat je een kind krijgt met deze ziekte. En daarop kan je samen met de arts kan je besluiten wat je wil. En wellicht dat we IVF moeten overwegen. Dus dat we eitjes gaan selecteren op ziek of niet. De behandeling is bij de ziekte van Alport eigenlijk gericht op de symptomen behandelen. En maar niet de oorzaak behandelen, want je kan het ziektebeeld niet genezen. Dus ik werd volgestopt met medicijnen. Ik had 6 medicijnmomenten per dag ongeveer. Ik moest 's nachts eruit voor medicijnen. En het was de ene ziekenhuisopname naar de andere. Er zijn kinderen die al op kinderleeftijd eindstadium nierfalen hebben. Maar er zijn ook mensen die dat pas hebben als ze volwassen zijn. Mijn behandeling is begonnen toen ik een jaar of 17 was. Voor die tijd heb ik nooit enig. Ik moest wel naar Nijmegen op controle. 1 keer per jaar. Dus je doel van de behandeling is eigenlijk ingesteld op het zo lang mogelijk uitstellen van het achteruitgaan van de nierfunctie. Uiteindelijk met succes dat ik toch 2 jaar zonder dialyse nog heb kunnen leven als het ware. Toen is op een gegeven moment ben ik eerst met medicijnen begonnen om het tegen vochtophoping, hoge bloeddruk. Dus je kan soms uiteindelijk op het punt uitkomen dat alle medicijnen die je geeft om het proces te vertragen niet helpen en toch leiden tot eindstadium nierfalen. En dan moet je praten over dialyse of een nieuwe nier. Het leek voor mij alsof ik meer vrijheid had, heb gekozen voor buikspoeling. Dat hield in dat ik 4 en op een gegeven moment 5 keer per dag moest spoelen thuis. En op mijn, ik denk mijn 19e, toen ben ik begonnen met hemodialyse. Toen werd het buikspoelen ging niet meer, het werkte niet meer. Dus toen hebben ze gezegd, nou, dan gaan we naar het ziekenhuis. En dan ga je aan de hemodialyse. En vanaf dat moment ben ik gewoon, heb ik 7 jaar gedialyseerd. Nou ja, net op het juiste moment eigenlijk, dat de buikspoeling eigenlijk niet goed genoeg meer was, werd er een datum geprikt voor de transplantatie. Ja, dat zien ze meteen als de nier erin zitten, zien ze dat er doorbloeding is en dan, die produceert meteen urine. Als het goed is. En ze hebben bij mij meteen mijn dialysekatheter verwijderd tijdens de transplantatie. Omdat mijn nier het op de operatietafel eigenlijk vrijwel meteen hartstikke goed deed. Hij functioneert perfect. Ik kan niet, de uitslagen zijn goed. Het blijft allemaal netjes stabiel. En het is, het is nu bijna 13 jaar. Als je een nieuwe nier krijgt, begin je weer opnieuw met een normale nierfunctie. En de ziekte van Alport komt niet terug in de nieuwe nier. Op dit moment heb ik nog 2 keer per dag 3 soorten afstollingsmedicatie. Ik drink heel veel water. Je kan een gezond leven nastreven, hè, want ze hebben ook vaak hoge bloeddruk. En als je daarbij ook nog bijvoorbeeld heel dik bent, heb je nog een extra reden om hoge bloeddruk te krijgen. Dat is natuurlijk niet goed. Wij eten nou zoutloos, zeg maar. Zoutarm koken wij. Dus het is maar dat waren we al gewend van tevoren. Niemand weet of ik helemaal doof ga worden, of dat mijn gehoorapparaten mij in de toekomst verder gaan helpen, of hoe lang mijn nier meegaat.
Wat voor dingen ik er nog bij krijg. Je leeft wel levenslang met een chronische ziekte. En dat is natuurlijk iets wat gewoon, ja, ik kan me voorstellen dat dat drukt op je gemoedstoestand. Ik praat daar met mevrouw ook wel heel veel over, van wat zou er gebeuren en hoe zou dat gaan. En je hebt toch altijd wel de hoop van, als ze maar tot hun 18e gewoon normaal de studie af kunnen maken. Het is niet zo dat een kind niet zijn school kan afmaken, of dat een kind niet een baan kan vinden later, of dat hij niet kan trouwen, of dat hij niet, zeg maar, ook zelfs geen kinderen kan krijgen. Dus in principe kan je gewoon daarna weer door met je leven. Maar het is heel erg hoe je er zelf in staat. En ik ben van nature positief en een doorzetter. En dat heb je ook wel nodig met dit.